Nou ja, toch, ondanks deze verhalen, wel crisis in het Nederlandse voetbal. Laten we maar eens even kijken naar een conferentie die in december vorig jaar werd gehouden. Nooit was er zoveel voetbalkennis bijeen als vandaag in het stadion De Galgenwaard in Utrecht. Johan Cruijff was er, Guus Hiddink en veel voetballers en trainers. Ze spraken er met elkaar over het Nederlandse voetbal. Want het gaat niet best met de Nederlandse clubs in Europa. Ik denk dat we allemaal wel realiseren dat we ingehaald zijn. We hebben natuurlijk één hele grote uitdaging. Dat is de verschillen in budgetten met buitenland en Nederland. En ik ben daar heel benieuwd naar hoe dat we dat een klein beetje zouden kunnen gaan compenseren. Ja, als we dit allemaal horen, denk je inderdaad, dat is december vorig jaar. Wat is er sindsdien gebeurd, meneer Gerbers? U was hier toch ook bij? Ik was hier ook bij, ja. Ja, zeker. Er werd heel veel gesproken. Ja, het was eigenlijk een hele bijzonder iets. Dat je de hele voetbal weer bij elkaar, als daar een bom was gevallen, waren alles kwijt geweest. Ja. Dus het was heel bijzonder dat het gebeurde. Het was een interessante bijeenkomst. Maar wat is eruit gekomen? Want we zijn nu heel veel maanden verder. Nee, tot nu toe niks. Nee. Het is zo dat ik heb daarna een interview gezien van Jelle Goes van de KNVB die in het AD heeft geroepen van we hebben 10 kernpunten. En toen zouden een aantal werkgroepen worden opgestart met allemaal specialisten links en rechts. En nou goed, we zijn nu in half september. Ja, maar dat is toch idioot? Nee, maar echt even zeggen, dit voedt toch echt alle cynisme. Als je dit ziet, dat is toch totaal te gek voor woorden. Ze komen bij elkaar, serieuze bijeenkomst. Iedereen riep dan ook nee, je mag er niet cynisch over doen. Nee. En er is nu nog niks uitgekomen. Nee, dat zijn de feiten. Dus ik kijk dan altijd naar mijn manier van denken van wie is er voor verantwoordelijk. Dat is in dit geval de KNVB. En is dat dus ook Bert van Oostveen, de directeur van de KNVB? Nou ja, kijk, je kan zeggen hij is eindverantwoordelijk. Maar goed, dat geldt. Dan zou ook voor heel PSV verantwoordelijk zijn. Maar u bent een man die ook man en paard durft te noemen. Nou, nee, maar op een gegeven moment vaak wordt de trainer eruit gegooid. Er zit een management waar ook Jelle Goesen zit. Dat is de technisch manager. Ze hadden toen nog een rol voor Guus Hiddink daarin bedacht. Zeker. Die is ondertussen weg. Dus ik weet niet of Blind ook iets in gaat doen. Maar het ligt in ieder geval bij de top van de KNVB. Ja, de top van de KNVB, ik zou zeggen, dat is dan de directeur die zelf ook zegt, ik neem met veel enthousiasme ook altijd, ik neem die besluiten. Waarom zegt u dan niet gewoon, ik zou het goed vinden, juist in uw positie, dat deze man verantwoordelijk is, dus ook zijn conclusies moet trekken? Nee, we hoeven de conclusie niet te trekken. We constateren alleen dat op dit moment... Dat hij niks doet. Nee, dus dat we uit de conferentie de vervolgende acties nog niet zijn genomen. Het wordt ook vergroot nu, en dat is typisch ook de voetbalwereld, omdat we twee keer een verkeerde uitslag maken. En als we twee keer winnen, wordt deze vraag niet aan mij gesteld. U zegt net, het is niet alleen maar toeval in de voetbalwereld. U zegt juist, het is meer dan alleen toeval. Ja, dat klopt. Dus beide dingen zouden los van elkaar moeten staan. Dat is niet zo, want de noodzaak is nu geweldig. Iedereen zegt, waar blijven we met onze adviezen? We moeten Nederlands voetbal gaan redden. Wat zou er nu moeten gebeuren? Nou, punt 1 moet je nu rustig blijven, want volgens mij hebben we nog steeds een kans. Ja, maar ze zijn al 8 maanden rustig, hè? Dat bedoel, sinds de conferentie. Ja, ik heb zelf een aantal dingen in de sport meegemaakt. Er is nog steeds een kans om door te komen. Laat ik daar eens mee beginnen. Want niemand ziet dat meer en die kans is klein. Daar zal ik ook eerlijk over zijn. Niet Ronald Koeman snel, die heeft al gezegd dat hij zelf niet wil. Hè? Maar zou dat toch, is dat niet een cruciale fout geweest? Dat je Koeman niet hebt aangesteld? Nee, het is zo dat het heeft niks met mensen te maken. Het heeft 100% in mijn beleving met de visie te maken. Ze hebben toen de tijd van Gaal gehaald omdat ze een nieuw elftal wilden gaan bouwen. En niemand geloofde op laatst in hem en die werd nog derde. Nu was de volgende generatie aan zet qua coaches en dan hebben ze een visie. En ja, dat is nu op dit moment gaat niet goed. Ik bedoel, je moet de ontkenningsfase ook niet overslaan. Het gaat niet goed met voetbal. Als Biesheuvel het doorpakken, ondernemen, duidelijk harde taal. Is dit te lang wachten? Zou u in zo'n wereld kunnen functioneren? Nou, ik geloof niet dat je continu de trainer moet wisselen. Je moet ook een beetje langetermijn continuïteit vasthouden. Waar ik me wel een beetje over verbaas, als ik naar Nederlands elftal kijk, denk ik, ik voel niet die vechtersmentaliteit op dat veld bij die spelers. Hè? Je ziet ze niet echt knokken voor elke meter. Hoe komt dat? Dat vraag ik me echt af. Ja, maar ik heb ook daar geleerd om... dat lijkt soms wel eens een keertje zo. En ik heb bij PSV ook eens wedstrijden gehad. Ik dacht van ja, geef ze nu echt alles. Het heeft soms ook te maken met een tegenpartij die helemaal meewerkt wat je zit. Wat je zelf bedacht hebt. Dus het is ook wel eens een keer dat het gewoon even niet loopt. En ja, dan lijkt het al heel snel dat mensen geen inzet plegen. Dat heb ik wel geleerd. Maar zijn ze hongerig genoeg? Want ik zeg altijd in de bedrijven, ondernemers moeten hongerig zijn. Ja. Anders gaat het niet lukken. Hè? En je mist dat gevoel een beetje bij die spelers. Nou, ik denk, kijk, als je kijkt welke generatie inzetten, die hele jonge generatie, middengeneratie, 100% hongerig. Ja. En ik ken bijvoorbeeld de man als Arjen Robben. Die ken ik ook als hongerig. Die wil er altijd staan in ziet een klein blessure weer, maar die wil ten koste van alles presteren. Dus volgens mij valt dat nog wel een klein beetje mee. Alleen, qua elftal klopt het even.